Er zijn meer dan 80 verschillende definities van wat geopolitiek is. Maar in grote lijnen komt het erop neer dat de geografie van een land mee bepaalt of een land macht heeft of niet, en hoe ze die macht uitspelen tegenover andere landen. De geografie van een land, dat betekent of een land aan zee ligt en bijvoorbeeld een grote haven kan uitbouwen, of het bergachtig is of net heel vlak, maar ook of het grondstoffen zoals olie of gas heeft. Dat is politiek en economisch allemaal belangrijk. Bijvoorbeeld, de Verenigde Staten, Rusland en Saoedi-Arabië, dat zijn landen die veel olie en gas hebben. Zij hebben meer macht dan landen zonder die grondstoffen. Waarom? Omdat het er niet zoveel zijn, die landen met olie en gas. Maar zowat elk land heeft wel olie en gas nodig. De olie- en gasproducerende landen kunnen zelf beslissen aan wie ze verkopen. En dus is de rest van de wereld afhankelijk van hen. Het geeft hen macht. Wil je als land Russisch aardgas of Saoedische olie kopen, dan kan je misschien beter geen kritiek hebben op dat land. Of hen niet tegenwerken als ze een oorlog starten. Rusland levert geen gas meer aan verschillende Europese landen die zich tegen de oorlog kanten. En sommige landen komen daardoor in de problemen. Dat is dus geopolitiek. De geografie van een land, of de ligging, of grondstoffen, die worden gebruikt om macht of druk uit te oefenen op andere landen.